Assistenttrainer Marco Hering heeft deze week afscheid genomen van Almere City FC. Hij vertrekt naar Go Ahead Eagles, de club waar hij ooit als speler actief was. In Deventer wordt Hering de assistent van John Stegeman. Ja, ik ga eigenlijk wel met een goed gevoel weg natuurlijk. Ik heb hier 5 jaar gezeten. Ik zeg voor de gein van de week toevallig tegen vrienden van mij. Ik begon hier 5 jaar geleden en hadden we geloof ik 46 seizoenkaarten. Dat zijn nu meer dan 600. 900 toeschouwers, er zijn er voor mij 1900. Periodes gepakt. Dus in die 5 jaar kan ik terugkijken op eigenlijk wel een prima dingen als assistenttrainer om daar stappen in te kunnen maken. Hering was graag langer in Almere gebleven. Dat had ook gekund als de club hem dat op tijd had gevraagd. Het is jammer, natuurlijk is het zo. Aan de andere kant, de club heeft gewacht en dat is ook prima, een goed recht. En in de week dat we eigenlijk zouden praten, kwam dit langs. En dan komt eigenlijk een beetje een ander gevoel erbij kijken. Almere City FC verloor vorige week de finale om promotie naar de Eredivisie van de Graafschap. Een hoogtepunt, maar ook een grote teleurstelling voor Hering. Ja, dan win je natuurlijk die wedstrijd, hè? Vooral Rode JC. Ja, en dan sta je daar uiteindelijk. En dan zit je zo dicht bij de plek naar de Eredivisie. En dat doet uiteindelijk nog een beetje pijn, zo'n seizoen. En dat is natuurlijk niet wat het misschien hoort te zijn, maar wat het uiteindelijk wel is geworden. De finale van de play-offs was een hoogtepunt. Maar Hering heeft natuurlijk ook dieptepunten meegemaakt. Nou, ik vind het dieptepunt altijd als een trainer ontslagen wordt. Dat is altijd, dat vind ik altijd heel vervelend. En als iemand eigenlijk ontslagen wordt, dan ben je ook onderdeel van dat ontslag. Want je bent er zelf ook bij geweest. Ik vind nog steeds het ontslag van Maarten dat het heel vervelend is geweest. Maarten Stekelenburg. Ja, Maarten Stekelenburg. Ja. Ja. De kans is aanwezig dat we Hering in de toekomst nog wel eens terugzien in Almere. Ik ben vanaf het begin moment gewaardeerd door iedereen. Van sponsors tot spelers, tot de trainers, tot de supporters. Mijn weg hier gevonden en dat is een goede weg geweest. En ik pak even nu een andere weg, maar misschien kom ik nog ooit nog een keer terug. Ja.